Een grote troef van de O4 is vis op een makkelijke manier bakken zonder dat die kleeft. Een goede tip daarbij is niet te veel olijfolie gebruiken. En dan een beetje fleur de sel op de vuurring doen voordat je de vis erop legt. Ik heb dorade royale en ik wil een krokante vel. Leg het dikste gedeelte naar het warmste gedeelte van de vuurring. Van zodra ik de vis op de plaat leg, zal het kleven, maar ik kom er niet aan en ik wacht zeker 2 minuten. De eiwitten in de vis die gaan karamelliseren en die gaan makkelijk loskomen. Nu, een visje zoals deze wil ik lekker krokant aan de huid en daarom laat ik hem voor 4/5 op de O4-ring liggen, zodanig dat de warmte er helemaal doorheen trekt en pas op het laatste keer ik hem nog heel even om hem dan krokant en toch sappig door te geven. Ondertussen is onze dorade mooi voor 4/5 doorgegaard. Je ziet nog een klein beetje rauw vlees aan de bovenkant. En je merkt ook dat hij helemaal niet aan de vuurring kleeft. Ik heb een krokante gekleurde korst nog heel even aan de andere zijde laten garen. Dat 10 seconden gaat meer dan voldoende zijn en we kunnen een mooi sappig stukje dorade doorgeven. De dorade mooi gegaard, gekleurd. Je hoort het ook dat het een krokante korst is. Perfect sappig van binnen.